Leuk dat jullie zijn bij een nieuwe video. Special dag nummer 6. Met een kleine pack opening. En ik hoop dat jullie alle woorden op dit moment goed zijn. En dan hopen we dat jullie het op goede weg zitten. En dan bijna halverwege, we zitten bijna op halverwege. Morgen is het een week voorbij. Dan nog een weekje. En dan kom exact uit op 23e is het klaar. Dus ik hoop dat jullie goed hebben. En we hopen echt op goede spelers. Een paar borden zou mooi zijn. Dit is hopen een goede pack opening. We hebben 10 to rare gold place pack. 2 rare place pack. Ik zou zeggen een paar 1 of 2 borden zou mooi zijn. Walkout was er helemaal mooi zijn, maar daar ga ik niet fout. En dit is een direct een border, dat is mooi, Spaans. Centerback Albiol, dat is een 84. Ideaal. Goede start van de pack opening. En wat hebben we hierna? Oh, Joe Moutinho. Maar een 84 rated is zeker goed. Dit zal niet een hele lange video zijn. Ik denk dat er ook een kort woordje in zit. Ik zeg niet hoeveel letters erin zitten, maar. Het is een klein woordje, het is niet echt een lang woord. Oké, dan gaan we deze kiezen. Hup. Dit is geen woord volgens mij. Wel, 2 uit 2. Spaans. Rechte mid, groen matta. Goed, Matta. 2 uit 2. Nice. Dat is zeker goed voor de SBC's. Daarom doe ik dit ook. Ik gooi altijd zoals deze. Oh. En lager. Altijd in deze pakketjes. En hopen op een 83. Hè. Voor SBC's. Kost later veel minder als je dit heel vaak doet. Als je de rewards krijgt. Als je weekend league rewards. Dan hopen dat dit dan een lage spelers inzetten. In de hoop van de hoge. En wat zal dit zijn? Geen walkout. Maar dit is geen borden volgens mij. Nee. De eerste geen borden. Strijker. Chinak. Oeh. Die heeft een SPC. Op het moment van. Dit is allemaal vooropgenomen. Dus nog 7 pakketjes. Lucky nummer 7, hè? Laatste. Lucky nummer 7? Nee. Is een lucky border? Volgens mij wel. Ja, zeker. 3 uit 4. Of ja. Strijk. Ah. Oké. Okay. Oh, Diego Costa. 85. Waarom ik laag? Alle borders zijn Spaans. Maar Diego Costa is zeker goed. 85 rit. We hebben nu 83, 84 en 85 Spaanse spelers. Gek, hè? Misschien trek ik alle Spaanse spelers. Ik hoop op een icon Spaanse. Strijker. Nee, dat denk ik niet. Ik weet niet of je hier icons kan krijgen, maar. Nummertje 5. Waarom niet? We zijn nu op de halve wegen. 3 uit 2. Willems. Dus 3 borders en 2 non-borders. Willems. Gaat niet goed met Willems, hoor ik. Maar qua inform en Dalbert. Leuk. Maar daar heb je niks aan. Ik in ieder geval niet. 276. Jammer. En ik ga ogen dicht doen. Welke? Deze. Ik weet niet welke het is, maar. Het is geen walkout. Het is ook geen border. Zag ik aan dat soort. Lichtachtige witte. Als het niet dik is, is het niet een border. Als het niet. Dus als ik het dun is, is het. Geen border. Als het dik is, dan is het border, zo te zien. Daar ga ik vooruit. Maar Rafinha, 82 is prima. Nog 4 te gaan. Maar ik heb al 3 borders. Op zich, voor mij is dit wel een border. Jazeker. Braziliaans, goalkeeper. Netto. Ik dacht hem even in Ellison. Die heb ik al 2 keer gepakt. 2 keer tradable, maar. Netto 84, nice. Boom.
En Sabitzer. Maar dat betekent dat 4 borden uit 7. Dus dat is op zich goed, vind ik. Want vaak krijg je niet heel vaak borden uit. Tenzij je heel veel geluk hebt. Het is geen walkout. We hebben het niet verwacht. Het is geen border. Helaas. Willems alweer. Hij is zo slecht. Hij wil graag gediscard worden. Ja, ik ga hem niet speciaal bewaren. Twee, laatste twee. Zet even in de comments neer. Wat jullie vaak doen. Doen jullie dit vaak ook? En wat hebben jullie geluk of niet? Krijgen jullie vaak borders of krijgen jullie vaak goede spelers? Laten we hopen dat je nou één border uit krijgt. En je nou twee. Er is een border? Nee. Dan moet ook. Is Miley. Dat is de hoop op de laatste, maar ga ik niet vooruit. Lasagne. Nou, en de laatste alweer. Gaan we dramatisch doen. Zo'n bronsback doen. Voor geluk. Mensen zeggen dat zal helpen. Even dus gewoon. Negen coins. En dan gaan we terug naar deze. En wat zal het zijn? Het is geen walkout. Maar eindigen we wel met de border? Nee. 18 hier links buiten Piatti. Niet. Perotti. Nou. Hier eindigen we mee. Helaas. Met een geen border. Maar ik kan vertellen dat ik 4 borders heb gekregen. 1,85, 2,84 en 1,83. Op zich uit 10 packs is dat redelijk goed. Zeker als je 85 dieren kosten krijgt. En 84 netto. En 84 Albiol. En 83 Guamata. Maar goed, dit was de video weer. Het is niet een heel groot video. Maar dat maakt niet uit. Hoeveel niet. Ik zeg. Vergeet niet de letterste ontrafelen. Vergeet niet deze video te liken. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. Want wie weet, hoe sneller het bij de 250 komt, komt de nieuwe giveaway. Dus dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.